Wij hebben samen een boek geschreven dat heet Werken aan de Wakkere Stad. Werken aan de Wakkere Stad gaat over wakkere steden, wakkere buurten, wakkere straten, wakkere pleinen, wakkere dorpen, wakkere gemeenschappen. Er is heel veel gaande in onze samenleving. Ja, we hebben crisissen, maar we zien ook dat mensen vanuit hun eigen kracht zich op nieuwe manier met elkaar verbinden. Weer gemeenschappen met elkaar vormen. Ons boek geeft betekenis aan de kracht van die gemeenschappen. Een wakkere stad, dat is een buurt of een gemeenschap waar de mensen zelf weer meer de verantwoordelijkheid nemen om dingen die belangrijk zijn in hun eigen buurt, om die samen te gaan regelen. Dan kan je denken aan opvoeding samen meer doen, zorgen voor oudere mensen, de veiligheid en de leefbaarheid op straat, de economie, de werkgelegenheid in de buurt, allemaal veel meer samen doen in plaats van uitbesteden aan instanties. Wakkere stad gaat dus over wakkere buurten, wakkere mensen, wakkere inwoners, wakkere bedrijven. Maar de vraag is, hoe kun je met elkaar nu werken aan die wakkere stad? Hoe kan een overheid, hoe kunnen professionals, hoe kan het maatschappelijk middenveld werken aan het bevorderen van die wakkere stad? In het boek geven we allerlei handvatten, tips, suggesties, handelingsperspectieven zo u wilt, waarin we aangeven welke dingen je nou kunt doen, kunt laten of anders kunt doen om te zorgen dat je de kracht van die gemeenschappen in hun groei, in hun vermogen faciliteert. Hoe kun je als het ware vanuit je professie die gemeenschappen een hand in de rug leggen? En waarom is dit boek nou anders dan andere boeken? Er zijn verschrikkelijk veel boeken over vernieuwing geschreven, over transities. Maar die zijn allemaal heel abstract en die zijn tamelijk staatsrechtelijk beschreven bijna. En wij bieden hele concrete voorzetten van wat kan nou een politieagent doen? Wat kan een ambtenaar doen? Wat kan een burger in de straat doen om samen er iets mooiers van te maken?